Vier trucjes die je direct overtuigender maken. Die ga ik je vertellen in deze video. De eerste tip die ik voor je heb is: zorg voor een goede titel. We kunnen veel leren van de klassieke retorica. En ook als het gaat over het presenteren van een voorstel of een plan, het geven van een pitch, dan is het geven van een goede titel, een titel die je koppelt aan jouw plan of idee, heel belangrijk. En wat kunnen we dan leren van de klassieke retorica? Nou, van de klassieke retorica weten we dat je in je inleiding van je verhaal eigenlijk drie dingen moet doen. Je moet de aandacht trekken van je publiek. Je moet het publiek welwillend maken om naar jou te luisteren. En je moet ervoor zorgen dat het publiek door jouw inleiding je verhaal beter kan begrijpen. En vaak zijn we geneigd om te focussen op dat laatste aspect. Begrijpelijkheid creëren, begrip creëren. Zorgen dat mensen met de titel van ons idee precies weten wat erin staat. Maar als je dat probeert te doen, ja, dan krijg je eigenlijk altijd gedrochten van titels die heel compleet zijn, maar niet echt aantrekkelijk. En daar kun je heel veel leren van de seminars van Denkproducties. Zij organiseren seminars en steken veel tijd in hun titels. Bijvoorbeeld door een seminar over allerlei interview- en vraagtechnieken die je altijd in de werksfeer goed kan gebruiken, om die gewoon te noemen de kunst van het vragen stellen. Dat wekt de aandacht. Denk bijvoorbeeld ook aan de titel Mind Gym, de sportschool voor je hersenen. Een waanzinnig goede titel, trekt de aandacht. Je weet nog niet helemaal wat de inhoud is van het event in dit geval, maar je bent wel geïnteresseerd. En dat is waar het over gaat bij een goede titel. Dus gebruik voor de volgende keer dat jij een pitch, een presentatie, een voorstel moet doen, een idee naar voren gaat brengen voor een goede titel. Mijn tweede tip: zorg voor een afgebakend voorstel. Misschien hoor je jezelf tijdens vergaderingen wel eens zeggen: we moeten ons proces efficiënter aanpakken. We moeten onze klanttevredenheid vergroten. Je zult ongetwijfeld veel instemming krijgen. Maar waar hebben mensen dan eigenlijk op ingestemd? Als jij je voorstel concreet en afgebakend maakt, dan krijg je het waarschijnlijk veel gemakkelijker over de bühne en krijg je er ook veel meer steun voor. Waarom? Als ik zeg: we moeten onze processen optimaliseren, dan denkt mijn ene collega misschien dat we een externe consultant moeten inhuren. Terwijl mijn andere collega denkt dat we met elkaar heel veel moeten gaan brainstormen. En die hebben dus twee verschillende ideeën over wat mijn voorstel nou eigenlijk inhoudt. Wanneer je er dus voor zorgt dat je je voorstel concreet kunt maken, bijvoorbeeld door te zeggen: we gaan onze processen efficiënter maken door voor 8 uur in de week een consultant in te huren, dan is het gemakkelijker om jouw plan te verdedigen. Zorg er dus voor dat je met een afgebakend, concreet voorstel komt, zodat het makkelijk te verdedigen is. De derde tip: zet je scherm uit. Presenteren in Nederland betekent eigenlijk altijd iets met een PowerPoint of een keynote of wat dan ook doen. In ieder geval beelden achter je op het scherm. En dat is op zich prima, want als het goede beelden zijn die je verhaal ondersteunen, dan werkt het overtuigender. Maar wat ik heel vaak zie is toch mensen die heel veel met hun PowerPoint bezig zijn en heel weinig met hun publiek bezig zijn. En dan is het misschien nog wel het allerergste, dat zijn die PowerPoints waar precies op het scherm staat wat de spreker aan het uitspreken is. En dan moet je als publiek je aandacht verdelen en dat is niet goed voor jouw overtuigingskracht. Het begint bij de vraag: wie wil ik overtuigen? Wie is mijn publiek? Welke boodschap moet er in ieder geval bij hen blijven hangen? En welke voorbeelden spreken hen aan? Dat is het beginpunt. En pas daarna moet je met een slide deck komen dat jouw verhaal goed ondersteunt. Zorg er dus voor dat je de volgende keer als je wil overtuigen je scherm uit hebt gezet. De vierde tip die heb ik schaamteloos geleend van professor Jaap de Jong van de Universiteit Leiden. Hij schrijft veel over retorica en heeft onder andere een stuk geschreven dat heet Vlei veilig of vlei niet. Hij zegt: vleien helpt. Complimenten geven aan je publiek of aan de deelnemers in een zaal als je een bijeenkomst leidt, die helpen. Die helpen om overtuigender te zijn. Er zijn wel een paar regels. Je moet het klein houden, je moet het bij de feiten houden. Maar als je dat op een goede manier doet, kun je een hele mooie connectie maken tussen jou, tussen je verhaal en je publiek. Ik heb er zelf net even wat andere ervaring mee. Als dagvoorzitter kondig ik natuurlijk veel sprekers aan. En dat vleien, het complimentjes geven, dat heb ik eens geprobeerd onlangs. Toen ik een bewindspersoon moest aankondigen,
had ik me goed voorbereid. Ik had wat citaten, positieve citaten uit de krant. En ik zag, terwijl ik ze uitsprak en mijn aankondiging deed en dus enigszins vleiend optrad naar de volgende spreker, zag ik een glundering op het gezicht van die bewindspersoon. En die liep met veel energie naar het spreekgestoelte en begon haar verhaal op een hele positieve noot. Je kunt dus je publiek, maar zeker ook sprekers, optillen door ze een complimentje te geven. En dat is voor iedereen leuk. En het maakt jou een stuk overtuigender. Ja, mijn eerste tip was: geef een goede titel. Maar ik moet er toch nog even terugkomen op de titel van deze video. Trucjes om je overtuigender te laten zijn. Wat zijn er nou echt trucjes? Wij denken eigenlijk van niet. Ja, het is een goede titel, maar ik wil hem toch iets nuanceren. Want gaat het nou om trucken, trucendoos? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je overtuigend bent. En dat betekent dat je inhoud goed is. Maar dat je ook die inhoud zo goed mogelijk laat landen bij je publiek. En dat doe je met de retorische middelen die ik in deze video heb aangedragen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de trucs, van de middelen, van de overtuigmiddelen die ik in deze video heb aangereikt. Of je ze zelf wel eens toepast en of ze werken. Wij zijn heel erg benieuwd, dus laat het ons hieronder in de comments weten. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatteninstituut.